226 gouden bruidsparen werden donderdag in het kerkenbuske in Helden in het zonnetje gezet door de gemeente Peel en Maas. Alle echtparen zijn 50 jaar getrouwd. Een knappe prestatie, maar wat is het geheim? En we gaan terug naar het jaar 1967. Ik was net 6 jaar. Nou, ik zei wel niet zeggen hoe oud ik ben. Maar voor u was 1967 een heel bijzonder jaar. Het jaar dat u met elkaar voor het leven aan elkaar werd verbonden. Nou, mijn vrouw is vandaag jarig, de 16e. En een kleinzoon van me is vandaag jarig. Dus we hebben een super groot feest. Ja, en hoe zag nou 50 jaar geleden de dag eruit? Nou, dat begon uiteraard met het aankleden van de bruid en de bruidegom. De taxi die ons naar de kerk bracht. Het kerkelijk huwelijk. Daarna eten met de familie. Dan een feest en een patronaat in Eindhoven, want wij zijn in Eindhoven getrouwd, dus niet hier aan deze kant. En dan s'avonds naar Halen, want we hadden een huis gekregen in Halen, daar woonden wij. Dus we zijn met de trein van Eindhoven naar Halen gegaan, met vrienden. Onze tekst, zet de fiets maar in de ja. Ja, wat is het geheim daarvan? Nou, dat is nemen en geven. Ja? Ja, dat is soms wel eens waar zo, ja. Niet altijd ja zeggen. Ja. Gewoon geven en nemen. Ja. Ja. Goede verstandhouding, overleggen en iedereen zijn vrijheid gunnen. Nou, gewoon door op tijd te werken en op tijd weg te zijn. Ja. Is dat dan ook het geheim van uw relatie? We houden nog steeds vol. Ja hoor. En hoe zag uw trouwdag eruit? Onze trouwdag? Heel gezellig, chic. Helaas geen foto's bij ons. Jammer. Heel lang bij mij en zo lang als u leeft. Maar jullie, u hoort bij mij. U niemand als ik. Jaar huwelijk, hoe houdt u zoiets vol? Ja, gewoon hè, iedere dag doorgaan. En ja, heeft u nog een tip voor mensen, een geheime tip? Nee, ik zou het niet weten. Gewoon iedere dag verder gaan en voor de rest, ik zou het echt niet weten. Ja. Nee, de trouwdag die was geweldig. Ja, mooie dag. Ja, en een grote familie dus aan twee kanten. Dus ook een groot feest natuurlijk. Ja. En nu met 15 jaar, vieren jullie dan nog een feest? Of hebben jullie nog een feest gevierd? We hebben het gevierd, ja, ja. Hoe zag dat eruit? Ja, allemaal natuurlijk 50 jaar ouder, de hele familie. Hoe heeft u uw man leren kennen? In de danszaal. En ja, toen kwam het huwelijk. Hoe zag de trouwdag eruit? Ja, geweldig. Ja, heel mooi. Zou u nog een keer willen doen? Die dag zou ik nog wel over willen doen, ja. Daar heb je flippen.